Jeanette van Gelder, Café Het Anker bestaat 6 jaar. Gefeliciteerd. Dankjewel. Waarom ben je een café ooit begonnen? Ja, ik ben erin opgegroeid. Mijn opa had een café en zodoende ben ik zelf ook ooit achter de bar gaan werken. Vertel eens over het café van je opa. Mijn opa heeft Café Het Anker in de Lange Kerkstraat gedraaid. Misschien wel 50 jaar, ik weet nooit precies hoe lang. En Café De Vest op de Broersvest. Dus ja, wij zijn er eigenlijk in opgegroeid. Zodoende is het mijn vak geworden. Wat is het leven van een horeca-ondernemer? Waaruit bestaat je leven? Ja, hard werken. Mensen vermaken. Zorgen dat mensen bij je blijven. Geven en nemen. Dus ja, zoveel mogelijk zorgen dat ze het naar de zin hebben bij ons. Waaruit bestaat je dag? Hoe begint die dag? De zaak schoonmaken, de bar in orde maken, het terras buiten zetten. En dan hopen dat de mensen komen. Je zegt hopen dat de mensen komen. Waarin onderscheidt Café Het Anker zich van andere cafeetjes? Ja, dat vind ik zelf altijd heel moeilijk te zeggen. Maar ik ben heel erg blij dat wij werkende mensen hebben. Een hoop mensen die ook zelf voor zichzelf werken. En vanaf 4, 5 uur loopt het bij ons vol en de avonden draaien top. Dus we hebben niks te klagen. Voor mensen die nooit in een café komen, waaruit bestaat zo'n avond nou? Hoe begint dat en hoe eindigt dat? Dat is ook zo'n aparte vraag. Ja, ze komen natuurlijk voor een lekker drankje en een hapje en gezelligheid en een babbeltje onder elkaar. Want jouw rol daarin is heel belangrijk, denk ik. Ja, de ene moment moeten we er heel veel energie in steken. En de andere keer vermaken ze zich prima onder elkaar en zoeken ze elkaar op. Hoogtepunt van leuke avonden zijn natuurlijk feestjes. Wat organiseer je nou om mensen extra te trekken? Wij zijn nu 6 jaar open. En vanaf het begin eigenlijk hebben we een hoop artiesten, karaokeavonden, akoestische middagen die altijd weer slagen. Kaartmiddagen, we verzinnen steeds iets anders. Wat belangrijk is, is ook een hapje eten. Wat serveer je? Wat breng je op tafel? We hebben sinds 1 juni een kleine menukaart. We zijn natuurlijk een café, geen eetcafé. Maar we serveren tegenwoordig leuke menu's, satémenu'tje, hamburgermenu'tje. En ja, zo blijven ze automatisch bij ons hangen. We zitten midden in de coronatijd. Je hebt al een paar maanden overleefd. Hoe is je dat afgegaan? Ja, ik ben niet zo'n type die klaagt, weet je. Klagen is dragen en het beste ervan maken. En dat lukt ons aardig goed, mag ik zeggen. Ja, goed. Straks gaan we toch een koude periode in. Er wordt 100 graden of een hele strenge winter voorspeld. Hoe ga je... Kijk eens even, er komen zelfs bloemen aan. Dankjewel. Ja, superlief. Straks in de winter, buiten het terras? Tot nu toe heeft de gemeente Schiedam daar nog geen antwoord op gegeven. Dus per 1 oktober houdt de verlenging van ons terras op. We hebben het stukje van Rosa en het stukje van Ed Schoenmaker. Zodra hij dicht is, mogen we daar wat extra tafels zetten. Maar per 1 oktober is die vergunning in principe verlopen. Dus ja, we wachten nog even af wat de gemeente Schiedam gaat doen. Nou, vandaag 6 jaar, of in de 8 of 6 wordt, het is altijd feest een beetje. Wat gaat er vandaag gebeuren? Vanavond volle bak? Nou, dat mag niet, helaas. We hebben vandaag een minuutje per dag onbeperkt sperrups eten. Dus er komen dadelijk een aantal mensen sperrups appen. Gefeliciteerd. Dankjewel.